Dag liefje vriendjes, hoe is het daar? Hier is het bam bam blak. Goh, ik lees die comments af en toe van jullie. Dan staat er dan opeens weer bij, ach, 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 wat is deze man diep gevallen. En dan denk ik, oh ja, ben ik diep gevallen? Omdat ik van die prachtige productjes review. Want wat zit er namelijk onder het doosje? Wat heeft ons daar een beetje opgestuurd? Dit is toch fantastisch? Ik vind het een spannend vak, ik vind het een spannend beroep. Mag ook wel eens een keer gezegd worden. Oud drinken uit andere landen. We hebben 4 keer wat te drinken. 1 keer in een plastic doorzichtig buisje. Eentje in een blikje. Eentje in een flesje. En eentje in een langwerpig blikje. Hartstikke leuk. Ik weet niet wat het is. Laten we even gaan kijken. Oran soda. Originale Aranciata Italiana. Volgens mij is dit gewoon Italiaanse sinaasappelsap. Nou, helemaal goed. Ach, dat heb ik wel eens zien staan. Bij tankstations en zo verkopen ze deze bende ook en in de supermarkt. Dat is aloe vera drank. Nou, ik kan je wat vertellen. Wij hebben dus die planten, die dingen. Die hebben we dus in huis. Want mijn vriendinnetje die is dus schoonspecialiste. En die gebruiken dus die smurrie die eruit komt. Op mensen hun wondjes smeren of zo. Weet ik veel. In ieder geval die dingen worden gebruikt. Maar wat erin zit, is een soort gel-achtige, ja, doorzichtige gummy. En toen dachten ze op een gegeven moment, wat kunnen we nou eigenlijk nog meer mee doen? We smeren het op mensen hun harses. We flikkeren het in een flesje en verkopen we als drinken. Nou, jullie hebben het dus. Hierin zweven dus van die vieze blokjes. En de smaak mango. Dus 2 keer... Hier hebben we Vimto Sparkling Fruit Flavor Drink. Nog nooit gezien dit blikje. Waar komt dat vandaan? Even kijken. Aslaai maar hartstikke dood waar het vandaan komt. Maar wat me wel opvalt is dat de ingrediëntenlijst in het Frans begint. Dus ik denk dat het dan uit Frankrijk komt. Ja, misschien een beetje dom. Vimto. Want er staan Engelse teksten op. Maar die Engelse teksten, die zie je eigenlijk nergens meer terug. Op het hele blikje. Maar goed, wat zit erin? Hebben we ook Nederlands? Ja, dat hebben we. Het is koolzuurhoudend water met heel veel suiker, extracten van zwarte wortel en hibiscus. Wat? Nog nooit verhoord. Zoek even op straks. En dan hebben we hier een heel leuk doorzichtig plastic dingetje met kersen en citroenen erop. Hartstikke mooi. Het is niet te geloven, maar de smaken zijn ook cherry en lemon. Drink licious. Nou, dat moet hartstikke lekker sparkling water met fruit zijn. Nou, ook hartstikke leuk dat het doorzichtig is. Nou, ik ben eruit en hibiscus is een plant. Ook wel Chinese roos genoemd. Gewoon met bloemetjes eraan. Ik weet het ook niet waarom ze dat dan samen met de zwarte wortel in een blikje proppen. Maar we gaan gewoon proeven. Want dat hoort namelijk bij een review. Hop, glaasjes. 2 dingen zijn niet heel erg... verrassend, dat is namelijk de doorzichtige die. En hier weten we ook van hoe het eruit ziet. Dus we beginnen maar eens even met die hibiscus zwarte wortel. Als je het mij vraagt, wordt het dan een beetje bruin. Ja. Yeah. Nou. Het is een beetje rood. Nou, de suderol zal wel niet zo'n hele erge verrassing zijn. Oh, het is geen suderol. Het is een soort van Fanta, denk ik dan. Orange soda. Nou, dan gaan we over naar... Deze, auw, auw, nageltje er bijna af. Ja, het is niet zonder risico's hoor, de reviews doen. He, met dat, moet je zien, is een veel gezakt. Het is hartstikke gevaarlijk de dingen te doen, jongen. Auw. Wat een grote blikje, zeg. Huppatee. Nou ja, nou, dit dus, alsof iemand... Dus in een glaasje overgeeft. Want er zitten allemaal brokjes in. Nee, hier zitten helemaal geen brokjes in. Oh, hier zitten wel allemaal brokjes in. 4 drankjes uit het buitenland. Allemaal lekker gezellig frisdrankjes. Ik begin even met degene die het mij het minste pijn gaat doen. En dat is natuurlijk de Oran Soda uit Italië. Ja, ze kunnen toch wel een beetje sinaasappel maken dan. Ja.
prima. Ik zeg sterker dat, er zit zelfs vruchtvlees in. Dus ik heb het gevoel dat ik met een soort van een chique sinaasappel, een sparkling water drankje bezig ben. En ik zal je vertellen, ik vind hem hartstikke lekker. Solo Orange Siciliana. Dus alleen maar met Siciliaanse sinaasappeltjes gemaakt. Hartstikke lekker spul. De volgende die ik denk dat het niet gevaarlijk is de Drinkalicious. 0 calorieën, 0 suiker. Dus dat moet een feest zijn, is het niet. Wat er wel in zit, daar krijg je waarschijnlijk overal de meest verschrikkelijke ziektes van. Maar dat maakt niet uit. We gaan even proeven. Proost. Het is verschrikkelijk. Die lemon proef je niet. Je proeft alleen maar die hele chemische kersenbut die ze erin hebben geschoten. En het sparkling water, nou, zoveel sparkling zit er ook niet in. En je proeft dat het helemaal op aspartaan is gebouwd. Chemisch nepsuiker. Chemische kersensap erin. En dan een beetje sparkling water. En dan zeggen van, goh, kijk eens, Drinkalicious. Wat een lekker drankie. Niet te zuipen. Nee, dit is echt heel vies. Gadverdamme zich. Gaan we over naar de Vimto. De Vimto, wij denken eerlijk gezegd dat het uit Frankrijk komt. Maar het kan ook ergens anders vandaan komen. Als je weet waar het vandaan komt, zet het eventjes hieronder. Ik krijg trouwens de hele tijd commentaar dat ik het niet goed doe. Ik had vorige keer soepies, dat ik zei dat het een beetje te dik was. Maar dat had ik moeten aanlengen met een liter water. Tenminste, volgens de kenners dan, weet je wel. Nou, ook goed joh. Zwarte wortel en Chinese roosdrank. En het stinkt mijn partijtje niet normaal. Ja, het stinkt als de pest, maar echt vies is het niet. Zelfs kan ik wel zeggen dat het eigenlijk best wel lekker is. Het is natuurlijk een rare smaak. Kijk, wortelen kennen we natuurlijk wel. Zwarte wortelen zullen wel net zoals oranje wortelen smaken. Maar je weet natuurlijk niet hoe een Chinese roos smaakt, hoe een plant smaakt. Het is niet zo dat ik door het park loop en een Chinese roos zie zitten. En denk van, nou weet je wat, dan neem ik eens even een paar flinke happen uit. Maar de smaak die het geeft is eigenlijk best wel lekker. En het is ook eigenlijk wel een lekker fris drankje. Niet heel veel prik. Eigenlijk smaakt deze gewoon goed. Maar wat het is en waar het vandaan komt, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Behalve dan dat er zwarte wortel in zit en die hibiscus. Verrassingen. Allemaal verrassingen. Dat gebeurt ook met een reviewkanaal. Zie je wel dat het niet zomaar iets is of zo? Of dat je diep gevallen bent als je dit doet? En je maakt er wel dingen mee. Nou, het glaasje waar ik echt niet op zit te wachten is die dikke, dikke drap van een aloe vera met mango. Waarom? Mango is meestal niet lekker. Tenminste, ik vind een mango best lekker. Maar dan heb ik het over de vrucht. Hè, dat je dan zo'n hap neemt en dan zo het vocht over je kinnetje loopt. En dat je denkt, nou, lekker zoet. En als je hem op hebt, dat je denkt, nou, dat hoef ik zeker een maand niet meer. Dit is natuurlijk veel erger. Dit is namelijk aloe vera. Dus die, wat ik net al zei, die vieze gelachtige smeuring die uit die plant komt. Samen met chemische mango, want het lijkt me stug dat ze daar echt een lekkere stukje mango in hebben gepleurd. 1% mango-sap. Lekker man, 1% mango-sap. Ongelooflijk. Beetje mango-sap erin. Hele dikke, vette bocht. Alsof het een soort bevroren is, weet je wel. Dat het nog net niet ijs is. Godverjuzig, en het stinkt ook, joh. Het is dus van die chemische smerige mango juice met dus brokjes aloe vera erin. Je hebt het gevoel dat je iemands kots aan het drinken bent. Kijk op dat flesje staat dan. In deze verfrissende dorstlesser hebben we het beste van de bekende aloe vera plant gecombineerd met heerlijk fruitsap. Welk beste van die plant? Die vieze brokjes? Ze niet hakken. Het geeft een beetje het gevoel dat het verrot is. Weet je wat? Dat er harde klontjes in zijn gekomen. Omdat het nog te rotten is. Het is niet mijn dingetje, zeg maar.
Nee, het is gewoon heel vies. Tijd voor de cijfertjes voor al deze buitenlandse frisdranken. Het is eigenlijk heel simpel. We kunnen het heel makkelijk maken. Deze is verschrikkelijk vies. Smaakt naar chemie. Dan zetten ze er heel bij op. Ja, maar er zit geen suiker in, geen calorieën in. Nou en? Het is niet te suipen. Het is gewoon een 2. Dit is echt belachelijk. De volgende is dit flesje. Ik denk best wel dat er van die gezondheidsgoeroes denken van... Oh, je kan nu ook aloe vera drinken. Oh, dat ga ik lekker drinken. Daar word ik heel gezond van. Dan zie ik er nog grauwer en groener uit. Nou, het zal wel. Doe lekker wat je niet laat kan. Maar oom Jan, laat dit flesje voor de rest van zijn leven staan. En ook alle andere smaken. Want allemaal leuk en aardig. Maar ik heb helemaal geen zin om koude kots van iemand op te drinken. Dus deze die krijgt een 3. Dan wordt het spannend. De Orange Soda uit Italië is gewoon een lekker sodaatje. Gemaakt van Italiaanse, Siciliaanse, om eerlijk te zijn. Sinaasappeltjes, er zit ook gewoon echt sinaasappelsap in. Met sparkling water. Is gewoon goed gelukt. Mooi product. Die krijgt van mij een 7. En het is niet te geloven, maar een 8 gaat dus naar Vimto. Ja, er zijn best mensen, ik denk in Europa, die nu heel blij zijn. Die zeggen, oh, hij vindt onze Vimto lekker. Laat even weten waar je zit. Want ik kom er niet uit waar het vandaan komt. In ieder geval, het is een heel lekker, fris drankje. Gemaakt van zwarte wortel. Met die plant, wiens naam ik al niet meer weet. Chinese roos, geloof ik. Enfin, wel leuk gedaan, jongens. Want het smaakt gewoon nou lekker. Naar meer ook. Dit kan je best drinken zo in het zonnetje. Hè? Zo weer een keer op het terras mogen zitten van die godvergeten, je weet wel. Nou mooi, lekker. Buitenlandse frisdrankjes. Goed gedaan, Jan. Hoi. Hey.